MNR Zonnepanelen wil een bijdrage leveren om Suriname te verduurzamen, vertelde Virin Lakisharan op de laatste dag van de Suriname en de energie, olie en gasbijeenkomst aan onze nieuwsdienst. Volgens Lakisharan zal door aanmoedigen van het gebruik van zonne-energie er gewerkt kunnen worden aan een groene economie. Suriname heeft voldoende potentie om de voordelen van zonnepanelen te kunnen benutten, meent Lakisharan. Vandaar dat wij dan hier zijn gekomen. Wij zijn een dochteronderneming van MNR Installatie Nederland. Dus zijn we hier al bijna een jaar nu bezig. En we hebben al 7 grote projecten gedaan in Suriname. Dus daarbij helpen wij Suriname ook om een beetje te verduurzamen. En de mensen ook een beetje bewust te maken. Zonnepanelen kunnen ook een alternatief zijn voor huishoudens. MNR-panelen heeft een dusdanig systeem ontwikkeld waarbij er ook energie teruggeleverd kan worden aan het net van de energiebedrijven Suriname. Kijk, u kunt werken met, de ABS of zonder de ABS. We noemen het off-grid en grid-tight systeem. En nu, het systeem dat je nu kan doen, is ook terugleveren aan het net van de ABS. Dus ABS is al zover dat je nu ook terug kan leveren. Dus we zijn bezig met de ABS, dus wij doen het voorwerk tot de meterkast en dan komt de ABS in en dan gaan zij een bidirectionale meter voor je plaatsen, dat je dan terug kan leveren. Momenteel is het nog niet zo goedkoop, maar we zijn bezig om het wel wat redelijker in de prijs te zetten. Kijk, nu is het een eenmalige investering die je gaat doen. Is eenmalig en je moet je geld ongeveer binnen die 10 jaar moet je terugkrijgen. Want waarom? We hebben een berekening gemaakt. Al die spullen die we hebben zijn allemaal Europees gecertificeerd. En we geven ook garanties erop. We geven 10 jaar op onze omvormers. Op onze batterij geven we 20 jaar garantie. Op onze installatie 5 jaar en op die zonnepanelen 25 jaar. Dus er is genoeg tijd om je geld terug te verdienen. Wat u heeft geïnvesteerd is wel een eenmalige investering. Maar u gaat dan daarna wel sowieso nog 5 jaar en meer genieten van een gratis stroom. Lakisharan benadrukt dat zonne-energie voor huishoudens meerdere voordelen met zich meebrengt en pleit daarom voor het werken aan de bewustwording over zonne-energie.